Alternatieve geneeswijzen blijven een omstreden materie. De klassieke geneeskunde stelt heel wat vragen bij therapieën zoals homeopathie, osteopathie en andere minder bekende geneeswijzen. De beoefenaars van die therapieën, die onder de noemer holistische geneeskunde te vatten zijn, omdat ze naast het lichaam ook de ziel van de mens aanpakken, die beoefenaars hielden vandaag een congres in Zottegem. Er werden vandaag ook enkele minder bekende holistische therapieën en hulpmiddelen gedemonstreerd. Dit is een hersengolfsynthesizer. Hij onderwerpt je brein aan licht- en klankprikkels die stress, concentratiestoornissen en slapeloosheid bekampen. Het apparaat wordt ook aanbevolen om je creativiteit aan te scherpen. Ongeveer hetzelfde toepassingsgebied heeft deze piramide. Ze leert hoe je je alfa- en theta-golven moet controleren. En dit is elektroacupunctuur.